Significantie. Het woord ben je vast wel eens tegengekomen in de reclame. Waspoeder X was significant witter dan waspoeder Y. Natuurkunde heeft geen reclame nodig, maar heeft wel alles te maken met significantie. Let dus maar weer op. Significantie heeft te maken hoe nauwkeurig je gegevens kunt opschrijven. Hoe meer cijfers, hoe nauwkeuriger. Maar je mag niet zomaar onbeperkt hoeveel cijfers opschrijven. Dus als je rekenmachine 8 cijfers achter de komma aangeeft, wil niet zeggen dat het ook zo nauwkeurig is. Neem bijvoorbeeld 2 verschillende tijdstippen. Je begint met t is 0,5 en even later meet je t is 5,2. Die 0,5 heeft 1 cijfer significant, zeggen we. Er is maar 1 cijfer die er echt toe doet. De nullen vooraan doen dus niet mee. Oftewel, als je nu 0,5 hebt of 0,0005, beiden zijn precies gelijk, ook qua nauwkeurigheid. Die 5,2 die heeft 2 cijfers significant. Dat zijn 2 cijfers die echt ertoe doen. Het is niet zo dat nauwkeurigheid 1 cijfer is, dat het de ene cijfer achter komma is. Significantie heeft niet te maken met het aantal cijfers achter komma. Hieronder zie je 5 verschillende waarden. Ga na hoeveel significantie ieder cijfer heeft. Dus hoeveel cijfers die je ziet staan hebben echt een betekenis voor nauwkeurigheid. Klik eerst op pauze en zet eerst 11 op een glad papiertje hoeveel cijfers significant ieder volgens jou heeft. Oké. 136 gram bestaat uit 3 cijfers. Ieder cijfer doet mee, dus 3 significante cijfers. 2,489 gram. De komma maakt niks uit. Je ziet gewoon 4 cijfers staan en dus je hebt 4 significante cijfers. Bij 0,29 meter, je ziet misschien 3 cijfers staan, maar de 0 aan het begin doet niet mee. Dus je houdt 2 cijfers over die je te doen. Je hebt hier 2 significante cijfers. En bij 0,00052 kilometer, daar geldt ook weer dat de nullen aan het begin niet meedoen. Dus je hebt hier weer 3 cijfers significant. Bij 20,0 graden Celsius zijn er ook nullen, maar die staan aan de achterkant. En dan doen ze wel mee. Die hebben wel invloed op de nauwkeurigheid. 20 graden. Oké, stel je voor je meet een beginplaats van 12,5 meter en na 5 seconden meet je de plaats van 15,75 meter. We kijken eerst even naar het aantal significante cijfers. 12,5 heeft als aantal significante cijfers, ja, weet je het al, 3. 3 cijfers significant. En 15,75 die heeft als significantie 4. En dat is op zich natuurlijk vreemd dat je in het begin met 3 cijfers significant kunt meten en later met 4. Je nauwkeurigheid is dus toegenomen. Waarom doe je het niet meteen in het begin? Maar goed, stel je voor je wilt de verplaatsing berekenen. Wel, verplaatsing is eind min begin. Dus hier is het x5 min x0, oftewel 3,25 meter. De vraag is nu natuurlijk, ja, 3,25 meter is 3 cijfers significant, maar hoeveel significantie moet ik nu in het eindantwoord doen? 3 of 4 of ja, misschien wel iets anders. Voor het optellen en aftrekken van getallen is er een regel. En die is dat je moet letten op het aantal cijfers achter de komma. Dus in dit geval, je doet 15,75, 2 cijfers achter komma, min 12,5, 1 cijfer achter komma. Dus het eindantwoord mag ook maar 1 cijfer achter komma hebben. Oftewel, het eindantwoord heeft geen 3, ook geen 4, maar slechts 2 cijfers significant. Dat is op zich wel een verrassende uitkomst. Goed, stel je voor, je telt 2 getallen bij elkaar op. 62,8
en 57,2 meter. Wat is hiervan de uitkomst? Klik eerst even op pauze om zelf te bedenken. Omdat beide getallen één cijfer achter de komma hebben, zal het bij de uitkomst ook één cijfer achter de komma moeten zijn. Dus is de uitkomst 121,0 meter. Als je ze niet bij elkaar optelt, maar van elkaar aftrekt, wat krijg je dan? Druk eerst weer op pauze voordat je verder gaat. Ook hier moet het eindantwoord één cijfer achter de komma hebben. Dus is het eindantwoord 5,6. Let dus op dat bij het optellen je als eindantwoord 4 cijfers significant hebt en bij het aftrekken hou je slechts 2 over. En dat terwijl je met dezelfde getallen van start bent gegaan. Stel je voor, je meet een verplaatsing van 120 meter en die verplaatsing heeft 10 seconden geduurd. De 120 meter heeft als significantie 3 en de tijdsduur heeft als significantie 2. Weer twee verschillende keurigheden, maar hier is op zich niet vreemd, want er zijn ook twee verschillende dingen die je meet. En als je verschillend meet, kun je ook natuurlijk met een verschillende keurigheid meten. Vraag is, hoeveel meter is er nu in 1 seconde afgelegd? De berekening is op zich redelijk eenvoudig, want je weet 120 meter in 10 seconden. Dus in 1 seconde is het 120 gedeeld 10. Owee als je hiervoor de rekenmachine natuurlijk pakt, hè? Maar de vraag is, met hoeveel significante cijfers moet je het eindantwoord opschrijven? Bij optellen en aftrekken was er een regel en dat is ook voor keer en delen door. Bij keer en delen door geldt als regel dat de significantie van het eindantwoord gelijk is aan het laagste aantal significante cijfers. Dus 120 gedeeld door 10, dan is het eindantwoord dus 12 en niet 12,0. We doen weer een oefening. 62,8 keer 2,0. Klik eerst weer een op pauze en ga ermee bezig. Als je het hebt uitgerekend, kom je op 125,6. Maar dat is 2 cijfers significant en het moet er maar 4 cijfers significant en je moet slechts 2 cijfers significant overhouden. Hoe maak je van 125,6 een getal met maar 2 cijfers significant? De oplossing is dat je 125,6 gaat schrijven als 1,3 maal 100. Je maakt er dus eigenlijk 130 van. Alleen de laatste 0 moet je natuurlijk weer niet gebruiken, want je mag maar 2 cijfers hebben. Vandaar 1,3 keer 100. En in plaats van 100 is gebruikelijk om dat te schrijven als macht van 10. En dan krijg je 1,3 keer 10 tot de macht 2. We noemen dit laatste de exponentiële notatie of soms ook wel als wetenschappelijke notatie genoemd. Machten van 10 spelen dus een belangrijke rol. Daar gaan we even naar kijken. Vul eens in wat deze machten van 10 als uitkomst hebben. Natuurlijk klik je eerst weer een op pauze. 10 tot de macht 3 betekent 10 keer 10 keer 10 en is het 1000. Voor hetzelfde geldt voor 10 tot de macht 2, die is 100, want 10 keer 10 is 100. En 10 tot de macht 1, dat is 10, 10. Hoe groot is nou 10 tot de macht 0? Want je hebt geen tienen meer over. En dus, je vermenigvuldigt eigenlijk niks met elkaar. Dan zou je zeggen van 0, maar als je niks met elkaar vermenigvuldigt, heb je ook helemaal geen uitkomst. Dus ook geen 0. Oplossing is dat je er stiekem een 1 voor zet. Immers, je mag altijd iets keer 1 doen zonder dat de uitkomst verandert. En dus zie je dat 10 tot de macht 0 gelijk is aan 1. Trouwens, ieder getal tot de macht 0 is gelijk aan 1, maar dat één terzijde. Je ziet nu dat je begint met 1000 en iedere keer gaat er 1 nul af. Of je kunt ook zeggen, iedere keer schuift de komma één plek naar links.
En als je dat voortzet, dan krijg je dus dat 10 tot de macht min 1 gelijk is aan 0,1. En 10 tot de macht min 2 is dan 0,01. En zo gaat het door. 10 tot de macht min 3 is 0,001. Als je nu 10 tot de macht 3 en 10 tot de macht min 3 met elkaar vergelijkt, dan zie je dus dat het net het omgekeerde is. Het is 1 duizendste, dus 10 tot de macht min 3 is 1 gedeeld door 10 tot de macht 3. Dus een negatieve macht is eigenlijk hetzelfde als delen door een positieve macht. Oké, weer een oefening. Je ziet hier 5 verschillende getallen staan in diverse significante cijfers. De bedoeling is nou dat je ieder getal opschrijft in het aantal significante cijfers wat erachter staat. Druk eerst weer even op pauze voordat je natuurlijk verder kijkt. Oké, we gaan even naar de antwoorden kijken. 125,74, twee cijfers significant, betekent dus dat alleen de 1 en de 2 in het begin meedoen. Maar de 2 wordt een 3, want het getal daarna is een 5, dus je moet omhoog afronden. Het eindantwoord is dan ook 1,3 keer 10 tot de macht 2, of je mag ook schrijven 0,13 keer 10 tot de macht 3. Volgende, 3920,6513. Vier significante cijfers, dus alleen de getallen voor de komma doen mee. Maar na de komma staat een 6, dus een 0 verander je weer eerst in een 1. En dan kom je dus op 3,921 keer 10 tot de macht 3, of je kunt ook gewoon opschrijven 3921. Volgende, in drie significante cijfers, dus de eerste 3 doen mee, dan krijg je dus 1,00. Maar de laatste 0 wordt weer een 1 vanwege de 5. Dus uitkomst 1,01. De volgende. Twee cijfers significant. De nullen aan het begin doen niet mee. Dus je houdt alleen over de 2 en de 8 die meedoen. En het eerstvolgende cijfer is een 4. Dus de 8 blijft gewoon 8. Betekent dus dat het eindantwoord in twee significante cijfers is 0,0028. Of ook wel 2,8 keer 10 tot de macht min 3. De laatste is weer een lastige een. Eén cijfer significant krijg je niet vaak mee te maken, maar je moet het toch wel snappen. 34, één cijfer significant, betekent dat alleen de 3 meedoet. Betekent dus dat je dit moet opschrijven als 3 keer 10 tot de macht 1. Pak je rekenmachine en reken de opgave uit die nu op het scherm staat. Klik natuurlijk eerst wel even op pauze. Oké, wat had je eruit? 200 of 2 miljoen? 2 miljoen is het juiste antwoord, 200 niet. Als je 200 eruit had, dan maak je een veelgemaakte fout. Dan reken je namelijk verkeerd met de macht van 10. Vraag op school even uitleg over hoe je rekenmachine daarvoor te gebruiken. Dat is verreweg het makkelijkst. Het uitkomst is 2 miljoen, maar hoe schrijf je nu de uitkomst op in je schrift? Wel, je moet natuurlijk met significantie rekening houden en je hebt in het begin twee cijfers significant. Ja, de 50 en de 25, beide twee cijfers significant. Dus het eindantwoord is ook twee cijfers significant. Betekent het eindantwoord 2,0 keer 10 tot de macht 6 is. Je mag ook zeggen 20 keer 10 tot de macht 5. Tot zover deze les over significantie.